Deze documentaire is door de Historische Vereniging in 1990 gemaakt ter gelegenheid van de herdenking van 45 jaar bevrijding van Wereldoorlog 2, ten huize van mevrouw A.R. Jiskoot. Na veel aandringen wilde zij voor de camera eenmaal vertellen wat haar heeft bewogen om dit verzetswerk te doen. Het interview vond plaats in haar huiskamer in een toenmalige woning aan de Dorpsstraat 106. Zij wordt daarbij geassisteerd door de heer Kok van Duin, een huisvriend en vroeger lid van de Waardenlesse ondergrondse. Ja, je wil het allemaal weer eens ophalen. Ja, weer lekkertjes ophalen van vroeger, van de tijd van 45. Kun je veel van onthouden? Nou, ja, je weet natuurlijk veel, ja. Echt van de saillante dingen die gebeurd zijn, dat blijf je bij. Maar er is natuurlijk toch wel veel weggevallen, gelukkig. Ik wil zeggen, je kan het niet allemaal bewaren. Maar je ligt er niet wakker van. Ja. Dat wel. Bij tijd en wijle, oh. Ja. Ja, ik heb het een jaar of 7, 8 geleden heel sterk gehad in Engeland. Juist in Engeland, ik was met vakantie. Maar daar ging ik voor het eerst van mijn leven slaapwandelen en vechten met Duitsers en zo, weet je wel. En dat is natuurlijk een heel gênant iets eigenlijk. Hoe komt dat? Ik was met vakantie, ik had heerlijk, het was er fijn en alles prima. En dan heb je dan toch s'nachts dan... Dat je geest dan bezig is met dingen die je eigenlijk niet wil. Hè? Maar dat zal ik de enige niet in zijn natuurlijk die die verhalen kent. Hè? Ik droom er nog van, maar verder. Maar ik kijk niet naar die oorlogsfilm. Ja. Het is gelukkig natuurlijk wel heel tijdelijk hoor. Het is, de meeste maat op te schieten. Een paar dagen of een enkele week of zo dat je dan weer... daar last van heb en dan is het gelukkig wel weer voorbij. Ja. Maar mijn lijfspreuk was altijd, je moet slapen en eten. Slapen en eten? Eten. Dat moet je bij je last doen. Slapend eten? Ja, nee. Maar dat kan ik heel goed. Dat hadden we toch niet al te veel. Of hier en daar, dat ging het wel, hè? Ja. Ja. Dat was al later in de tijd, hè? Ja. Maar in het begin, hè, toen hier in Barendrecht, dat was een rustig dorp. Je had één langgerekte dijk die aan beide zijden zeg maar bebouwd was, een kleine dorpskom. En hoe is dat nou eigenlijk hier allemaal zo in Barendrecht ontstaan? Hoe ging dat nou eigenlijk zo in het begin? Toen kwam het Smitshoek, daar bij de Waalhaven vielen natuurlijk. Dat was helemaal het begin de 10e mei. Dat was de 10e mei. Dat de mensen en toen daar... kwam mijn broer met zijn vrouw, die kwamen vluchten en meer mensen. Ja. En die kwamen hier? En die kwamen hier en die bleven dan hier. Die durfden op zijn schoen bij dat vliegveld niet te blijven. Ja, dicht bij Waalhaven. Ja. Bij Waalhaven. Ja. Oh ja, daar stond dan die vierde batterij luchtdoel geschud en die... Achter de Kranendonk aan de Veldverlaten. En de eerste Duitsers die hier binnenkwamen, dat waren de stoottroepen, denk ik. Ja, en die waren groot, want in het algemeen waren ze maar klein, de Duitsers, tenminste, voor mij gevoel. Maar die eerste, dat waren hele grote kerels en dan liepen ze aan beide kanten van de straat met de bajonet. En zo kwamen ze toch. Machinepistolen, die Smeissers. Ja. En mijn broer die ging. Kwamen ze hier over de baan er zo weg? Nee, hier gewoon. Door het Ja. Ja, heel het kruispunt. Ja. En mijn broer die ging naar de weg. Naar het kruispunt. En toen kwamen er een Duitser die vroeg naar de Barendrechtse brug. Toen zit ik een Hollander. Ik ben een Nederlander, dus hij... Hij verstond het niet. Ja, natuurlijk. Maar hij gaat toch de weg niet wijzen. Gaf dat geen gevolg dan? Nee, dat is hadden er begrip voor. Ja, maar die broer Kees van u, hè? Dat is ook een heel markant figuur geweest. Ja. Die heeft nog een keer een ontzettende mooie grap bedacht, hè, met die vlag. Weet u dat nog ongeveer, hoe het in elkaar zat?
Die vlag op dat... Ja, met Henk Visser heeft hij gedaan. Ja. Een hele lange stok hadden ze. Was er niet bij de... Die hebben ze eerst uit de willigenboom hebben ze die gezaagd. Was dat... Een grote... En een vlag. En toen zijn ze naar... Was daar een fabriek? Ja joh, dat was bij die wasserij van Van der Winde. Nee, dat was die niet. Hij was dat was dat geval. Daar hebben ze ook een keer een vlag ingehangen. En toen heb Henk hem geloof ik helemaal met een soort vuil vet. Ja, dat paal. Was er. Ze zijn er naartoe gegaan. Dat was daar bij de veiling, tegenover de veiling. Ja. Achter van de tolen. Ja. Daar was het. Ja. En mevrouw bij Troost. Daar is Kees toen en Henk nog gegaan, want ze kwamen naar buiten, die Duitsers. Ja. Die hadden daar een kantoor. Ja, ja. Ja, ze hadden een van de bureau daar. Ja, ja. Dus toen, en toen hebben ze dat, nou, ze hebben ze ontzettend goed vast natuurlijk. En dat was hoog, hoe hoog was die? Weet dat 25 meter? Ja, dat was een... Maar toen ze dan terugging, toen hadden ze een bus met smeerolie. Met smeerolie. En toen hebben ze elke tree hebben ze toen ingesmeerd, hè? Ja. Maar toen hebben ze een jongen die daar bij de veiling, hebben ze gedwongen dat hij... Gedwongen om de vlag te halen. Maar ik geloof wel dat hij er wel geld voor kreeg. Nee. En die is uitgekomen wie dat gedaan heeft. Hij kreeg wel een... Nee, maar die mevrouw Troost die zal het wel weten, denk ik. Ja. Ja, maar het was in ieder geval van Kees en van Henk. Maar woest waren ze, hè? Ja, zo vlak bij de deur en dan... Ja. Maar de mensen die reageerden toch zeker allemaal wel? Ja. Oh ja, en bij de trein, de mensen kwamen gewoon naar buiten, die stonden te juichen daar. Ja, ja. Ja. Wanneer is dat ongeveer geweest, denk ik? Nou, het was voor 42. Ja, Kees was nog thuis, hè? Kees was nog thuis. Voordat hij ja. Maar hij heeft nog een keer zo'n mooie grap uitgehaald, op Anjedag. Dat was met Prins Bernhard zijn verjaardag. Dat was een witte eier met op een wasknijper met een oranje strikje. Ja. En dan had mijn broer iets gemaakt met een klemmetje en dan kon hij zo aan die draden dan. Ja, aan een lange stok. Ja. En dan kon hij ze zo... Want je had natuurlijk die draden tussen. Ja. En dan goed in het midden, dan ze het niet makkelijk weg konden schuiven. En waar deed hij dat dan? Op welke plaatsen deed hij dat dan? Nou, als je dit van de ene paal tot de andere paal... Ja, maar was dat hier op de Dorpstraat of op het Domaplein? Helemaal niet. Het was op een zaterdagavond. En toen zondagsmorgens, dan was er die spoorwijk, was allemaal nog een dorp, de kerk. Dus dan was die dorp was vol met kerkmensen. En ineens ontdekten ze daar die anjers in, die waren van hele Dorpstraat eigenlijk. Ja. Nou, in die tijd werden er veel oranje bloemen gekweekt. Ik weet wel bij meneer... waren witte eiers. Ja, ook, maar ook veel oranje, veel goudsbloemen. Ja. Meneer Derksen, latere burgemeester van Eerstdam, die had een tuin vol. Ja, maar die mensen vonden dat natuurlijk wel mooi. Ja. Die genoten dat. In een stralend weer was het. Want het was onzichtbaar, s'nachts opgehaald. Alles werkte mee. En niemand begreep natuurlijk hoe dat... En toen moest GEB, die moest dan... Die kregen bericht dat ze zorgen moesten dat die eiers weg waren. Ja. Maar die konden er ook niet zo makkelijk bij. Hè? Want ze zag het niet zo dicht bij de paal. Dus hoe ze eruit gaan. Maar ik weet wel dat burgemeester van Beelaerts, die heeft er jaren, misschien nog altijd, hebben bewaard. Ja, dat vond hij zo mooi. Zeg, u merkte zo net terecht op, toen was Kees nog thuis, dat hield in, dat uw broer Kees dus, omstreeks 42, voorjaar 42, September. Gevangenis gezet, september was dat. Ja. Maar dat betrof u beide, dacht ik, hè? U zelf bent ook nog... Ja, maar dat was later. Dat was dan... Was dat omdat we de Joden hadden we opgegeven dat je dan, als ze nou Rotterdam een razzia was, dan mochten ze die mensen wel sturen. Maar ja, toen was het mooi weer en er kwamen er zoveel. Dan moest je dat weer afremmen. Ja, ja. In verschillende hier van dorp, die zat erin. Dat was een apart clubje weer. Konderbrengen. Konderbrengen van de Joden. Waar de wagen later is ontstaan, zeg maar. En dan moest je toch weer plaats zoeken voor die mensen. Maar er was een mevrouw bij, die zat er aardappelschilmes, die had ze nog in haar handen, want ze zat aardappels te schillen. En toen kwam een razzia aan Rotterdam. Toen kwam ze lopen van Rotterdam.
En die was 76 jaar. Ja. Dat was een moeder met een dochter. En die hebt u hier ja. En die zijn ook nog... En joh, een ene nacht kon je er wel een stuk of 8 hebben, maar dan verder dan moest je het toch weer uitbesteden. Op veel plaatsen in Bayernwerk. Ja. Maar wat was nou het probleem of het voorval dat men hier aan huis kwam? Al of niet getipt en ging zoeken? Ja, ik weet niet. Waarmee je daarna uw hebben? Het is verraden. Diegene die ook meehielp, want die dan ook voor die Joden zorgde, die bleek later een NSB'er te zijn, hier van Dorp. En die stond weer in contact met Enes Giebroek. Een zoon van Johannes de Heer was dat. S.I.D. En die kwam dan kijken of die mensen het goed maken en hij zou wel zorgen dat er voor betaald werd. Het was zo'n echtpaar met een kind. Ja. Daar heb ik ook die foto van. Ja. Nou, en... Het was dat, die staan ook op die foto, hè? Ja, en dan ging die... Is dat deze foto? Nee. Nou, nee. Dat is een andere foto. Nee, maar dan komen we straks daar nog wel even op terug. Nee, het was toch die Mannheim-familie? Ja. Ja, de Mannheims. Maar ik heb begrepen, u bent een week of 6 weg geweest. U hebt in Rotterdam bij de Posthaagse Veer, hebben ze u... Ja, maar toen kwam die meneer zeggen, je moet die mensen wegdoen, want die krijgen huiszoeking. Oh. Maar als hij nou zelf zorgt dat de Joden hier komen... Dan kun je toch ook later weer niet zeggen, je moet weg, want je krijgt bezoek van NSB. Dus hij bewees daarmee dat hij toch met NSB er... Ja, dat hij in ieder geval verkeerd op de hoogte was. Ja, en dan ging hij eerst naar mijn schoonzus hiernaast. Ja. En dan vroeg hij, is alles nog veilig? En dan zei ze, ja, alles was veilig. En wij hadden dan een plaatsje gezocht voor die mensen. Mm-hmm. En die zijn toen weer bij een ander ondergedoken. En de andere dag kregen we huiszoekingen, maar we hadden alles weggedaan, de sterren weggedaan. We kregen 2 NSB'ers. Die kwamen voor sociale verslagen bij. En die zijn later ook vakant gemaakt. Ja. En is doodgeschoten, de andere hebben ze in een zak gestopt, het water. Maar toen kwamen ze hier en toen konden ze Kees toch nog bericht doen dat hij niet thuis moest komen. Maar die had geen zin om onder te duiken en die konden niks vinden. Nou ja, dat was niet gevaarlijk in de lucht, maar ja, hij moest toch blijven. Ik toen net nog goed af. Maar die verrader, die zat ook met die hier op Barendrecht, met die NSB'er in contact. Dus het zat wel. Maar ik heb begrepen... Maar ja, toen is mijn broer, toen moest ik... Het was het eind van de week, donderdag meen ik. En 's maandags mocht ik op bezoek, dus haast weer. En toen moest ik ook blijven. En mijn broer ging naar Amersfoort in Vught, half jaar. Ja. Toen naar Duitsland. En na Vught is hij in Duitsland geweest? Ja, toen moest hij in Duitsland, tot na de bevrijding. Tot na de bevrijding. Ja, en daar heeft hij gewerkt, bij Siemens. Ja. Met erg veel sabotage gepleegd. Ja, daar. Met de goede. Met de man, nou, ja. Er was dan weer een chef en die was ook betrouwbaar. Ja. Maar toen u uiteraard ook weer gelukkig vrij kwam, na een week of 6, kwam je hier thuis en toen gelijk de draad maar weer opgenomen. Ja. Dezelfde dag loopt dat er alweer kranten. Dat ging weer door. Ja. Dat moest gebeuren. Zo achter je weer betrouwbaar, hè? Ja. En in die tussentijd hadden ze hier evacuees in huis. Echt aan met 2 mensen die bij het onderwijs waren. Nou, dus het was een goede camouflage. Ja, zeg wat ik u vragen wilde. Hè. Er is in de historie veel over geschreven. Meneer De Jong heeft daar voldoende aandacht aan gewijd. Ja, haast nooit voldoende natuurlijk. Maar u bent een nogal centraal figuur geweest tijdens de activiteiten van de zo overbekende Johannes Post, die hier met zijn café-groep dus vanuit dit huis opereerde. He, want dit historische huis, dat heeft niet alleen op zichzelf al een groot verleden, maar in de oorlogsdagen herbergde het niet alleen bewoners, maar ook natuurlijk allerlei onderduikers, maar ook die KP-ploeg. He, dat is ongeveer van november 43, maart 44 geweest. En ik heb begrepen, dat gebeurde hier zomaar. Die waren hier in deze huiskamer.
En die mensen die beraamden hun plannen hier en zelf ben je daar ook nog mee bezig geweest, je bent nog mee op stap geweest. Kijk, als je dat leest in een boek, hè, en als schoolkinderen dit lezen, of een leraar vertelt dat, dan zeggen ze, oh, dat is zo lang geleden. Maar nu zijn we hier op visite bij u, en nu hebben we haast geen hoofdfiguur, maar iemand die een zeer belangrijke bijrol speelde in dit geheel, in haar huis deze mensen opving, herbergde. Dat is toch niet niks, dat gebeurde dat zomaar. Ja, maar dan wilde ik eerst nog zeggen dat ik dan 6 weken vastgezeten had. Dat had ook voordeel. Want een goede bewaker en een goede mensen haalde je er direct uit. Want de andere dag stond ik al in de keuken daar, het Haagse Veer. En dan werd me wel ingefluisterd welk daar goed waren. En dan later, als er iemand van hier van dorp of van de tijd gevangen zat, dan hadden we zo contact. Ja. En die stuurden we met een briefje op van een wc-papier en dan schreef je. En dan, die bracht hij dan hier naar huis, dat we het goed maakten. En ja, wat er dan gebeurde. Dus je had overal dus goede contacten. Weer zo weer je contacten. Ja. Ja. En, ook daar. En dan daar, later een... Had u daar een extra zintuig voor of zo? Hmm. Ja, maar als hij met een club mensen... op reis gaat of ergens, ik zal maar zeggen, van de NCRV of zo. Dan zijn het allemaal mensen met zo'nzelfde geest. Dat voelt hij eraan. Ja, ergens. Dat in het algemeen dan. Ja, ja. Dan ben je onder gelijkgestemden. Gelijkgestemden. Iets wat je samen bent natuurlijk. Ja, dat maar ja, in die ontzettende moeilijke tijd, met oorlogsdreiging en alle dag de spanning van je weet, ik ben met verkeerde, zogenaamde verkeerde dingen bezig, wist je dat je als goed vaderlander er moet geholpen worden, dit moet gebeuren, en of je nou een jonge vent bent, zoals Kok van Duin daar naast u, of dat u iets wat ouder bent, dat maakt niet uit, maar met elkaar moest dat toch maar gebeuren. Want ik zou willen vragen... Maar als ik dan... Johannes Post is ook opgepakt omdat hij Joden hielp. Ja. Dus die moesten onderduiken, dat hele gezin. 8 kinderen, meen ik dan. Ja. Nou, en die Jodenmensen, ja, wij moesten natuurlijk ook, nou weet je, dan ben ik inderdaad klein. U moest ook bonkaarten natuurlijk hebben, want die mensen moesten eten, u moest geld hebben, het eten moest verkocht worden. En die bonkaarten. Ja. Distributie bescheiden in totaal en dat geld dat moest ergens vandaan. Ja. Zo ontstonden dus die knokploegen die overvallen gingen plegen. En ja, een daarvan die moet u nog bijzonder goed weten natuurlijk, want daar heb je zelf aan meegedaan. U bent toen op tijd, heb ik gelezen en u hebt het mezelf ook verteld nog wel, meegeweest naar het Beierland. Ja. Overval. Ja. Kan u daar iets van vertellen? Nou, het was in december en toen was de knokploeg in het Beierland. En daar zou dan het postkantoor voor de hele omgeving van Hoekswaard, zou daar de bonnenkaarten komen. Ja. En toen gaven ze een seintje, je moet komen, want die zakken die komen morgen. Dus de hele ploeg naar Albeierland, naar de steen. Maar die ploeg was toen al hier? Die was die compleet. Ja. Ja, ja. En die ging naar Albeierland en die bleven daar wachten, maar die zakken kwamen niet. En toen eindelijk kwamen de zakken. Toen hadden ze pech, want toen waren het postzegels. Het waren geen bonnenkaarten. En pb's. Zo bewijzen. PB. En toen hebben ze. Toen gingen ze weer weg. Hoe gingen ze dan? Nee, want nou, iedereen ging weer zijn eigen streek. Ja. We hadden ze weer andere plannen. Ja, ja. En dan gingen ze weer andere kraken doen. Maar daarna is het toch doorgegaan. Ja, ja, en toen ineens onverwachts kwamen ze zeggen. Je moet vanavond komen, want die bonnenkaarten komen. Binnen. En toen was er geen ploeg. Nee. Want die waren ergens anders aan het werk. Nou, die zijn er toen naartoe gegaan. En toen een onderduiker hier van Barendrecht. En de recht die was dan aan de Hoekswaard. En toen moest ik daar maar mee. Ja. Dus zo ging dat eindelijk. Maar ging je dan, hoe ging je dan? Met een trammetje? Of fiets? Met fiets. 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 Ha, fiets. Maar hoe vervoerde je al dat materiaal dan? Wat je daar... Nou, er waren 4 de mensen binnen, dat staat ook daarin. En die bekende jongens van Albeieren, die konden dus niet meer binnen. Nee. Want dan was ze kennen. Maar dan moest, 2 gingen er binnen. En dan moest ik ze van binnen bij de jongens op de fiets brengen.
Een hele brede gang is dat, postel. Maar het mooiste was, ik ging met die onderduiker naar Albaierland fietsen. En ik dacht dat het postkantoor op die voorstraat was. Wist ik waar dat postkantoor was. Toen stond daar, op die voorstraat stonden altijd mensen, want die trambaan die liep er ook nog langs. Ja, ja, ja. En toen vroeg ik, kan ik zeggen waar het postkantoor is? Het was natuurlijk gewaagd. Vlak, ja. En toen zei ze, oh daar beneden. Maar bij het gemeentehuis. Dan bij het gemeentehuis. Ja. Nou ja, wij hebben de fiets weer en er was verder niks om de lucht. En toen, toen allemaal met de fiets, met zakken, naar die steen. En die onderduiker en ik moest die nacht daar blijven. Die gingen de andere ochtend naar huis. Ik heb gelezen, daar werd maar liefst buit gemaakt door uzelf dan, Jan Jiskoop, door Frans. Door die onderduiker, 5200 bonkaarten en 3400 coupeurs voor voedingsmiddelen. Ja. 71.000 gulden, dat was de eerste keer dat geld meegenomen werd. Er is nog een anekdote aan verbonden. In een illegaal blad werd geschreven dat bonkaarten, dat ging dan nog wel, maar geld stelen, dat kon toch eigenlijk niet, hè? Nee. Was trouwens niet. Ze gaven de indruk dat het een soort wilde bende was, hè? Hier ten huize is daar druk over gesproken. Ja. Johannes Post heeft zich daar nog ontzettend kwaad over gemaakt. Ja. En op een gegeven moment komt er een hoofdredacteur van Trouw, dat wisten ze niet. Het was dat is niet. Nee, toen zeg ik, dat is helemaal niet erg, want dat was van de Trouw, dat was meneer Van Rullen. Ja, Ed Van Rullen, en toen ben ik daar naartoe en ik zei, dan ga ik wel naartoe en vraag of hij hier komt. Ja. Nou, en toen naam de ochtend, toen zou hij hier komen. En die hele club, die was nog hier. Ja, die, en toen was Jan Wildschut er nog bij. Ja, die waren hier. En de anderen. En toen vroeg ze, wie heeft dat geschreven? Die kerel die zal eens een kopje kleiner maken. Ja, en dat was natuurlijk later. Dat was niet de andere dag. Want die club die was er natuurlijk niet. Nee. Maar toen waren ze weer hier. En toen was Johannes erg beledigd dat ze daar zo meteen kregen. Nou, dus toen hadden we 's morgens kwam meneer Van Rollen. En van lieverlee, al die jongens keurig netjes geschoren. Ja, ze zagen er goed verzorgd uit. In de tafel die stond gedekt voor het ontbijt. Komen we even op een ander punt. Die bonkaarten die moesten natuurlijk verspreid worden. Dat ging ook daarna weer op de fiets, in fietsbussen en hoe dan ook maar. Dat ging het land door. Maar ik heb ook begrepen, er waren ook bevolkingsregisters. En die mochten niet op die plaats blijven waar ze gestolen waren natuurlijk. Want die moesten weg. Ja. En die hebben u zelf hier eigenhandig veel van in uw fornuis of keuken, wat was het? Ja, maar dat was die kraak van Zwijndrecht. Van Zwijndrecht. Want er was ontzettend veel papier. Al bijna waren allemaal goede dingen. Oh. Ja. Er was geen rommel bij. Nee. Er was geld. Geld, bonnen. En dat was de voorraad van die hoekstraat. Ja, maar wat verdwijnen moest, dat ging duidelijk buurt achter door de schoorsteen. Ja, dat ging. Zullen we er eens naar gaan kijken daarom? Ja, dank je. Hier zo. Naar het gat in de buurt. Ja, daar was dat. Nou, laat u maar eens zien waar de bonkaart al weggestoken werd. En zo. Er stond hier nog een fornuis. Ja, precies. Ja, een helm, hè? Nou, dat zie ik wel. Zo. En dat. En dit was. Provisorische. Zeg, dat is ook een vuurtje maken. Ja. En hier heb je in ieder geval het overtollige. Het overtollige, laten we zeggen, dat heb je hier verbrand. Dan heb ik een glas vol gedaan. Ja. Oh, ja. Nou, maar we kunnen duidelijk zien waar dat allemaal geweest is. Je kunt het wel goed zien. Waar het door de schoorsteen heen weggegaan is. Ja. En daar is allemaal in verdwenen wat verdwijnen moest. Ja, want dat was niet meer te doen. Ja. Dat is gewoon een teveel aan natuurlijk. Dat was dan in een noodgeval als ze een razzia van een huis zoeken. Ja. En dat was hier een hele lange kelder. Ja. Oh ja. Ja, en toen heb mijn broer een schot in. Ja, die was wat ingekort. Opgekort. Kijk, het verlengde ervan, dat was daar. En dan was dat. Oh, hier was een kolen ook. En daar waren allemaal hout en takken. Ja, ja.
En dat kon je allemaal aardig bezoekelijk. Ja, het was eigenlijk maar een gat van, ja. Maar het liep niet, erg in de gaten. Veel kleiner. Maar ja, hier, en dan werd er die hout weer voorgezet en pakken. Ja, moet allemaal te maskeren. Nou, het waren prachtige, mogelijkheden, hè, tot verbergen. En op een zondagochtend, toen kwamen ze, toen zetten bij de weg ineens alles afzetten op het dorp. Dat was toen, en die onderduiken, die moesten erin. Toen heb ik gauw nog een... De kriegsmarine is niet. Was er dan niet de kriegsmarine erbij ook? Ja, de groene. Ja, en de groene politie, ja. Ja, dat was een allegaar. Ja, maar je kon het niet aan. Echte schouders, dan mocht er niemand weten als de ingewijden dan. Oh ja. Maar verder niet. Ja, dat boven. En daar zat dan de wapens op, hè? En de wapens. En de wapens, ja. Even boven kijken nog? Ja. Naar de zolder. En dat was de deur van, je kon altijd weer achteruit, die kon naar boven. Ja, mogelijkheden, zo. En dan werd je in de zolder. En dit is de zolder. Ja. Even kijken hier. Ja, nou moet ik het vasthouden, maar vroeger dan was er een sprooi erop. Die onderwijzer die lag hier in een eindpersoonsbed en die zag op die onderochtend om 6 uur, meen ik, ineens dan die wagen met die Duitsers. Met die Duitsers, die kwamen toen. En dan verspreidden ze zich overal. Dus de dames van Paul, even, ik moet dan wakker worden, die onderduiken en stop. En ja, gelukkig. Maar dat was niet voelde of dat het bed warm was. Ja, ja. Want toen was het al een leeg bed. Ja, ja. Die sliep in zijn vrouw, die sliep hier. Die had al een streepje voor. Ja, en zo'n mooie schoot. Hij was de baan ook. Ja. Oh, hij deed dicht zelfs, Mas. Ja, dat was het. Het was wel heel kort, ze moest wel komen. Ja, ja, want hij was vrij lang. Ja, want die dat ging nog wel. Ik zeg, die was niet zo lang, maar Jan. Maar Jan, de dames wel, ja. Nou ja, dat was ik wel gehoord dat die privé. Zo. Ja. Oh, een hele gewone kast. Ja. En dan moet je dit even uithalen. Dat kun je even doen. Ja. Mama, leg dat maar even daar neer. Nou, zet hier wel neer. Kijk, een hele gewone kast, hè? Ja. Nou, zo. En had je daar weer een luik? Dat gaat het door. Ja, dan moet je dit. Ja, dat zit nou allemaal een vastgespijker in. Nee hoor, nee, dat zit niet. Nee. Dit niet? Nee. Los. Ja? Kijk, ja, kijk. Ja. En hier kon je een ook erin. Kijk, dan kon je zo dus verdwijnen. En dat is een boven een douche. Boven de wc was dat toen. Kijk, dat is nou een onderduiker. Nee, dat gingen ze niet in hoor. Nee, ik ken het nog. Nou, verder ga ik niet, want ik voel, ik kan nou mijn ribben niet meer uitzetten. Dat zit ja. En een paar meter in het vierkant. Zulke plaatsen hadden we ook wel. Ja, onze tuin. Ja. Ik zat erop. Ja, dat moet je aardig wat keren gedaan hebben, Jan. En dan gingen, was hier, want het is later vernieuwd, en dan gingen ze de wapens, niet maar als ze er een paar kwamen halen, proberen in van. Ja. En die kleine jongen die dan hier was, die ging dan, moest dan anders. Flink hard doortrappen op die ontologen. Ja, dat een beetje leven. Ja, ja, ja. En dan ging er, dat staat ook in het boek, heel goed omschreven. Op een gegeven moment waren ze zo druk aan het oefenen, hadden ze geen erg in dat er beneden nog mensen oefenen, waren. Het waren echt een paar, dan Johannes kwam er meer een paar van hun wapens halen, want ze moesten ze wel eens weggooien als ze vluchten moesten. Nou, dan keek hij of het aan het groeien waren. Ja, maar er is er ook eens een keertje eentje door de boel geschoten. Ja, maar toen kwam er een en die zat hier.
niet de bedoeling dat hij afging. Toen ging hij wel af. Toen was dat net naar beneden hier. Dat hij mevrouw zat uitgeschoten. Die schrok. Dat kwam ik beneden, want ja, wat had je geraakt, hè? Ik wist hem naar mensen. Ja. Wat was dat? Ik ben zo schrokken. Ja. Ik zei, ja, een flesje zeker uit elkaar geschrokken. Ja, maar het waren al linker dingen, hoor. Ja, ja. Maar al bij ons thuis, Klaas de Vries een keer om de revolver schoon te maken. En ze zei, het viel maar toen zat er toch nog, één kogel in de loop, hè? Nee, ja. Ja, dat kon de kogel niet. Dwars door de tafel, hè? Ja. Dat net zo dwars in je kop kunnen wezen. Ik leerde altijd om die jongens, zoveel mogelijk als naar de familie of naar de verloofde gingen of naar de vrouw. In het weekend? De weekend. In de weekend. En dan kregen ze bonnetjes, maar dan zei hij, maar geef ze niet te veel aan, want als... Mondjesmaat. Zeg maar, anders gaan ze zwarte handel doen. En dat, dat mag niet. Nee. Dat moeten we niet doen. Nee. En dan was Johannes Post was ook een man, hij had drie, ze waren drie broers, die zaten allemaal in het verzet. Is een broer, die kwam uit Kampen, dat was ook een broer, dat was een felle, Marinus. Marinus, ja. Die ken je wel, die gauw schieten, een beetje drukken. Beetje wilde, en die andere was dominee Rijnsberg. En dan was het gebeurde wel eens dat onder was op zondag, moest er ineens een boodschap gebracht worden naar Rijnsberg. Maar wij waren niet gewend om op zondag te reizen, dus het was wel erg onwendig. En dat moest gebeuren. Dus, en dan kwam hij in Rijnsburg en dan ging hij achterom door een slop en dan kwam hij bij de koster en dan bij het via de koster kwam hij dan in de pastorie. Dus ik kwam daar, maakte een verontschuldiging dat ik op zondag kwam. Hij zei, geef niks voor jou, hij zei van, de duivel werkt ook op zondag. En, ja, die stond zelf te preken in Rijnsburg met de wapen, gewapend. Gewapend, ja. Gewapend. Met... En dat zeiden die jongens hier ook altijd. Je moet er maar op rekenen, Jan. Als ze een inval doen naar ons, dan wordt er een schietpartij. Oh, ja. En ze hadden altijd er wapen op zak. Bereikbaar. Want hier stond een orgel en dan lag het op de klavier, lag vol met wapens. En dan, ieder had dan, dan gingen ze toch maar weer schoonmaken. Met, dat, en er was Marinus, die sliep hier, en die was die vergeten 's morgens. Onder zijn kus had hij twee wapens en dan sliep hij. En dan was hij vergeten om die licht te halen, dus ik had zijn bed opgenomen. Ik had er die wapens weer onder gelegd. Hij schrok, want hij dacht dat ik verstreek zou zijn van dat die twee wapens had. Maar ja, je raakt me zo vertrouwd mee, dat maakte geen indruk. Ja, maar ik ken die tijd nog wel. Ondanks de verschillen van die drie belangrijke broers, waren het toch overtuigde mensen, hè? Jawel. Dat heb je toch duidelijk meegemaakt? Ja. En, er waren drie broers, waren met drie zusters getrouwd. En, die vrouwen waren allemaal zusters van elkaar. Ja. En het waren groeiende gezinnen. Dus er kwam zat altijd kinderen in de kinderstoel. En een moeder liep daar, die was altijd aan het koken, je kon er altijd eten. En, ja, het was altijd heel gezellig. Ja. Nou, dat is inderdaad een hoofdstuk wat we nu gaan afsluiten dan. Ja. Maar, nou heb ik hier een prachtige foto. En dan moeten jullie eens even kijken. Die is direct of vlak na de bevrijding gemaakt. Met veel van jullie vrienden uit die tijd. Moeten jullie eens proberen of ik dit kan herkennen? Ja, dat zal wel hier achter het wat huis zijn. Wat moeten we, naar rechts naar links? Ja, nou, hoe begin je met je Marien? Dat is Marinus. Dat is Marien. Marinus van... Nou, niet Marinus Pot, dat is Rien van Wijk. Rienus van Wijk, die kwam uit Den Haag. Uit het achterom. Ja. En die hadden een bij het spouwen. Die was loodgieter. En die vervoerde zijn wapens dus in zinken pijpen. Aan beide kanten soldeerde hij ze dicht. Op de rug en zo reed hij door Den Haag heen. Kwam die hier wapen brengen? Ja, ook hier gebracht, natuurlijk wel. Ja. Natuurlijk wel, maar zo deed hij dat. En dan ging hij bij de... Dus in de zinkenpijp, dicht, solderen en zo werd hij naar Rien. Rien was een erg vrolijk iemand. En daarachter, hele leuke knop. Politie, dat is Van Heest. Dat is Van Heest. Dat is politie Van Heest. Ja. En laten we er gelijk mee bij zijn, dat is de beste die er was. Ja. En naast. Hé, dat was de beste die er was. Ja, prima. Van Heest, dat was een zeer bijzonder beest. Daarvoor was dat is Kees de Kool.
eerst afkomstig van Eriel Dank. Hij was daar gemeente... Secretaris. Gemeentesecretaris, ja. En dat is Boeven? Dat is Boeven, dat is ook een politie. Een politieman, die is ook nog commandant van een van de arrestatieproeven. Ja. Ja. Die heeft me hier met bevroren voeten gezet. Die hebben ze bevrijd uit het ziekenhuis. Ja, Ben. Later burgemeester. Ja. En dan hiervoor heb je Anton. Dat is Anton, dat is die dan allerhommerspeler. Ja. En, die moest lawaai maken. Ja. En daarachter was Suus. Ja, Suus. Versloot. Uit Rotterdam, de courier. En daarachter grote vriend Frans. En dan heer Frans terecht. Nico de Recht. Ja. Toen die door het leven ging. Onze Frans. Die door het leven ging als Frans Johan van Duin. Ja. 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 Nou, dat ben je zelf. En dat ben ik zelf, de voorgrond. Ja. Ik ben niks veranderd, hè? En daar... daarachter heb je dan Timmermans. Timmermans, agent Timmermans. Ja. Ja. Daar Hendrik. Moest, daar moest ik dan is ook niet? Wel weer zo was het niet Hendrik? Hoe brengen, ik weet niet. Ja, ja, fijne vent. Maar dat was van gewoon. Helemaal. En daarnaast mij, Jan, is Jopie. Dat was een verpleegster. Dat was dat een koerierster. Dat was een koerierster. Ja. Ja. En daarachter was Joop, dat was ja, later aan de BS meer. Die ken ik niet meer thuisbrengen. En die is na de bevrijding naar Indië gegaan. Oh, oorlogsvrijwilliger in Indië. Ja. Joop, nee. Ja. En ja. Ja, die ben ik een, daarnaast, dat was Aad Roest. Dat was dan de zoon van de evacuees hier dan. Ja. Die mensen. Ja. En dat is Piet? Dat is Piet Krijveld. Piet Krijveld. En die roeide dan weer de tijdschriften over de Maas. Ja, ja, ja. Naar de Hoekswaard. Ja. En dat is Jan. Dat is een vriend van Joop. Die is ook mee gaan mee hier. Ik weet niet. Maar met zijn naam kwijt. Dat is Nou, dat is ook een mij onbekende. Maar, ja, dat mag 150 dat jaar. Kan Kool. Zal er iemand zijn dan misschien het Hoekse Waard, ja. Want het is geen Barendrechtse... Het is geen Barendrechtse agent, nee. Er staan hier drie Barendrechtse agenten op Timmermans, Boeven en Van Heest. Ja. Ik kom nog even in de peuk. Ik moet mezelf mijn vraag nog even ordenen bij mezelf. Wie ben ik u hebben laten passeren? En het is fantastisch dat jullie daar nog zoveel helder van af weten. Zou ik jullie ten laatste willen vragen... Wat is nou jullie antwoord op de vraag... Van kinderen van 10, 11 jaar die dit komen zien straks. En ook hun ouders, maar die dit natuurlijk enkel maar van horen zeggen hebben. Ze hebben dit nooit meegemaakt. Wat is nou jullie antwoord op hun vraag? Waarom deden deze mensen dat nou allemaal? Ja. Om dat duidelijk te maken aan kinderen van 10, 11 jaar die het niet mee hadden gemaakt. Het was zelfs moeilijk om aan kinderen van 10 jaar dat over te brengen, denk ik, die het wel mee hadden gemaakt. Dat is verschrikkelijk moeilijk. Maar heel de teneur, dat is toch wel geweest, die er door het hele Nederlandse volk liep. Je pikte het niet. Dat daar mensen van over de grens hierheen kwamen, om het hier voor het zeggen te hebben. Als het nog gewoon een bezetting was geweest, dan zou je nog zeggen aan abonneur, maar dat was het niet. We wisten natuurlijk te goed wat voor gaaien het was wat kwam. Dat hadden ze duidelijk al laten blijken voor 1940. Dus we waren wel voorbereid toen ze kwamen. We snapten het wel. We snapten het heel goed. En dan, ja, het is toch wel, we waren nog vrij jong. Ja. En we wilden wel wat tegen die knapen. Ja, maar je had toch ook voor ogen dat als de Duitsers nou eens gewonnen hadden, dan had er ook geen christelijk onderwijs meer geweest. Dat ja, was allemaal, dat was al dat was weg. Ja. Dat was er niet. Ja. En dat zag je toch wel voor ogen. Duidelijk. Dat er geen vrijheid meer. Alle vrijheden geen vrijheid natuurlijk. Meer. Ja. Alle vrijheden die we hadden, die werden natuurlijk de nek geknot en de nek omgedraaid. Ja. En dat vind ik zelf nog daaraan toe. Maar vooral natuurlijk toen ze
al heel gauw dus prominente mensen gingen oppakken, die ze dus niet nodig hadden in hun bestel. Toen ze wel de Joden natuurlijk gingen oppakken. Toen begreep je, nee, dat zit fout. Daar kan je niet mee samenwerken, met zulke mensen kan je niet samenwerken. Dat ging niet. En nou ja, toen is het gewoon van beide gevallen natuurlijk vanuit hun kant en vanuit onze kant. Ja, het is van kwaad tot erger geworden. Het verzet dat werd heviger, de bestrijding van het verzet werd heviger. En ja, hoe moet je dat verder vertellen? Het is, Nou, ik stel voor dat u het hierbij laat. Dat wij u... hebben ook hier nog mensen de inkwartering van die Duitsers en zo gehad. Dus maar dat kon je wel duidelijk maken dat we overtuigd waren, dat kon je in terug zou komen. Ja. Maar dan waren zo idealistisch, ja, dan dachten ze aan, dat vonden ze gewoon belachelijk. Hè? Zeg, ik stel voor dat we hier een besluit aan gaan maken. Ja? Ik ben jullie ontzettend dankbaar dat jullie beiden de moeite hebben willen opbrengen om toch deze, zeg, moeilijke, ook wel emotionele zaken nog eens een keer voor het voetlicht te stellen.